Hallo familie, mijn naam is Rutger en ik vind het super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. En dat ik het super leuk vind is absoluut niet gelogen. Maar er zijn zoveel andere dingen waar we met z'n allen gewoon keihard over liegen. We weten het van elkaar, maar toch doen we het allemaal. Alleen lijkt het wel alsof echt niemand daar iets van durft te zeggen. Dus daarom neem ik vandaag deze heldhaftige taak op me en presenteer ik vol trots 10 dingen waar iedereen over liegt. Dus ik zou zeggen, geef deze video nu alvast eventjes een dikke blauwe duim omhoog en abonneer eventjes op mijn kanaal, want dan mis je nooit meer een nieuwe video. Elke donderdag komt er namelijk om 3:30 een nieuwe online, dat is ook geen leugen. En laten we maar heel snel beginnen. Allereerst liegen we allemaal over de kledingstijl van anderen. En dat doen we om aardig te blijven voor elkaar, denk ik. Want ik heb echt keihard bewijs dat dit gebeurt. Van de week was ik namelijk een aantal jeugdfoto's van mezelf aan het bekijken die ik nog nooit eerder had gezien. En echt, waarom heeft nooit iemand mij gewoon eventjes de waarheid durven te vertellen over hoe ik er toen uitzag? Het is echt gewoon veel te erg, maar kijk bijvoorbeeld nou eventjes naar deze foto. Er is gewoon zoveel mis met deze foto. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Dat haar alleen al. En dan ben ik al lang van mezelf. En dan stond het ook nog eens een keertje letterlijk een meter overeind. En dat vest en die ketting. En wat erg. Maar het allerergste vind ik dus dat niemand van mijn vrienden hier vroeger iets van zei. Je zou denken dat echte vrienden alles tegen elkaar kunnen zeggen, maar blijkbaar niet. Want we liegen gewoon met z'n allen keihard over het uiterlijk van anderen. Het volgende waar echt iedereen over liegt, dat zijn de cijfers die je terug hebt gekregen op school. Ik denk dat iedereen dit wel eens heeft gedaan. Wat? Ik had zo goed geleerd en ik heb maar een 6. Nou, dat kan echt niet hoor. Oh, wacht, nee. Het is een 9. Ik dacht al, dat kan nooit. Maar er zijn nog veel meer cijfers waar we allemaal over liegen. Hoe forever alone je ook bent, er komt een dag dat je, ook al is het per ongeluk, chance hebt met iemand. En dan bestaat de kans dat diegene je telefoonnummer gaat vragen. En al is het nou de man of vrouw van je dromen, dan is het helemaal niet zo erg. Maar de kans dat het is vrij klein. En dat je helemaal niet op hem of haar zit te wachten. Hoe red je jezelf daar dan nou weer uit? Je kan natuurlijk dingen zeggen zoals... Je wil mijn nummer hebben? Ik ben echt veel meer dan een nummer voor jou hoor. Dus die heb je echt niet nodig. Maar als je dat doet, dan lieg je dus. Dus het beste kun je vanaf nu gewoon mijn 06-nummer geven. Dus pak even pen en papier erbij. Voortaan geef je gewoon 06-1234-5678. Heb je hem opgeschreven? Dus 06-1234-5678. Oftewel 06-1234-5678. Werkt altijd. De brug stond open. Ik had een lekker band. Mijn ketting lag eraf. File. Ik had vertraging. Dat zijn allemaal dingen die je hoort als iemand te laat is. Maar waarom zeggen we niet gewoon met z'n allen de waarheid? Ja, sorry dat ik laat ben jongens, maar ik kon niet kiezen welk filter nou het best was. Ik heb er echt een uur over gedaan. Ja, sorry hoor jongens, maar de Snapchat verhalen waren afgelopen 24 uur zo lang van iedereen ineens. Echt nooit zo lang. Dus ja, ik moest gewoon nog eventjes alles kijken. Ja, mijn telefoon was op 98% en ik wilde niet eerder de deur uitgaan voordat hij echt op 100 was. Nou, mijn 4G is dus op en daarom is mijn internet super langzaam en daarom duurde het vanmorgen echt 3 keer zo lang om mijn favoriete YouTube filmpjes te kijken. Omdat die steeds ging laden tussendoor. Doe even een duimpje omhoog als je echt dacht dat je internet nu langzaam was. Dan het hoofdstuk gewicht. Iedereen doet zo panisch en mysterieus altijd over gewicht. Overgewicht, snap je dat? Maar vat het gewoon allemaal niet te zwaar op. Weer zo'n goede grap, zwaar.
Wees gewoon eerlijk over wat de weegschaal echt aangaf. Dus als je niet je echte gewicht wilt vertellen, dan moet je gewoon ervoor zorgen dat niet jij, maar de weegschaal liegt. En dat kan op een aantal manieren. Zo kun je er bijvoorbeeld maar met één voet op gaan staan. Dat scheelt sowieso de helft, denk ik, van je gewicht. Maar wat ook een goede tip is om tijdens het wegen gewoon een aantal heliumballonnen vast te houden. Dan ben je ook vast weer een paar kilo lichter. En als je het echt niet meer weet, dan kan je altijd nog een tripje naar de maan boeken. Kan je daar op de weegschaal gaan staan. Ik denk dat wel behoorlijk wat scheelt daar. Het is 2017 en mensen voelen nog steeds de druk om te moeten liegen over hun geaardheid. Oftewel, jongens durven bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze op jongens vallen, meiden durven niet te vertellen dat ze op meiden vallen, of misschien een combinatie jongens op meiden en jongens, meiden op jongens en meiden, of misschien ben je wel niet geïnteresseerd in jongens en niet geïnteresseerd in meiden, dat kan ook nog. Hoe dan ook, ik baal er gewoon van dat ik dit in het rijtje van 10 dingen waar iedereen over liegt moet zetten. Want het zou toch eigenlijk helemaal niet meer nodig zijn voor mij een paar. Schaffen we gewoon helemaal coming out day af. En ik hoop dat wij dat nog met z'n allen gaan meemaken. Dat is mijn doel. Dat we gewoon coming out day, dat is altijd ergens in het najaar. Een dag waarop iedereen uit de kast zou moeten gaan komen. Dat het gewoon niet meer nodig is, omdat niemand meer een reden heeft om daarover te moeten liegen. En we kennen allemaal dat moment dat je met iemand iets moet gaan delen. En dan heb ik het niet over je laatste Instagram foto. Want dat vinden we niet zo moeilijk om te delen. Nee, ik heb het echt over iets wat gewoon onmogelijk is om te delen. Dat gaat tegen iedereen zijn oerinstinct in. Namelijk eten. We delen alles met elkaar, maar zodra er een pakje kauwgom tevoorschijn komt, doet iedereen zijn best om niet te laten zien dat hij een kauwgompje neemt. Omdat je anders weet dat je hele pak kan inleveren aan de groep. Maar eens in de zoveel tijd kom je er door sociale druk gewoon niet onderuit en moet je voorstellen aan de ander van, hey, wil je anders de helft van bijvoorbeeld mijn stukje taart? En als je iets doormidden snijdt, dan heb je altijd de grootste helft, hoe erg je je best ook doet om iets eerlijk te verdelen. Eigenlijk doen we daar helemaal niet ons best op, want iedereen pakt altijd de grootste helft zelf. Tenzij je misschien Sonja Bakker heet, maar anders, ik geloof het niet dat jij de kleinste helft neemt. Iets waar gelogen over wordt door alle leeftijden is, jawel, leeftijden. Het is echt zo ingewikkeld, want als je jonger bent wil je weer ouder zijn en als je ouder bent wil je weer jonger zijn. Eigenlijk is het dus gewoon nooit goed. Maar bij oude vrouwen ligt dit nog een stuk ingewikkelder, want bij een oude vrouw hangt het echt van de situatie af hoe oud ze zijn. Als ze door de stad lopen, dan doen ze zich echt super jong voor. Dragen ze kleding die eigenlijk niet meer voor hun leeftijd geschikt is. En zijn ze maar al te blij als ze een keertje te jong worden geschat. Maar dat verandert op het moment dat ze met het openbaar vervoer gaan reizen. Want zodra een oude vrouw de bus instapt, worden ze plotseling nog een keertje 20 jaar ouder. Hebben ze last van hun evenwicht, kunnen ze niet meer makkelijk lopen, weten ze niet hoe de OV-chipkaart werkt. En dat alles zodat jij ze zielig vindt en gaat opstaan zodat ze kunnen zitten. Trap er niet meer in, jongens. Waar we ook met z'n allen massaal over liegen, dat zijn gemiste telefoonoproepen. We hebben allemaal 24 uur per dag, 7 dagen per week onze telefoon bijna vastgelijmd in onze hand. Ik vraag me dan alleen wel af waar mijne nu is, maar mijne was leeg omdat ik hem dus al heel de dag had gebruikt. Dus hij ligt nu even in de lader ergens anders. Maar de kans dat je een oproep mist is volgens mij nog kleiner dan dat ik nu hier binnen geraakt word door de bliksem. Maar toch altijd als iemand zegt van, oh ja, ik had je nog gebeld, maar je hebt niet teruggebeld. Dan trekt iedereen meteen een pot smoesjes open van, had je gebeld? Ik heb helemaal niks gezien, helemaal niks gehoord. Terwijl je diegene gewoon keihard hebt weggedrukt. En deze video gaat over dingen die iedereen doet, dus ik doe ze ook. Ik weet niet wat het is, maar ik vind bellen gewoon zo niet chill. Ik bedoel, stuur maar een postduif of zo. En dan tot slot het 10e leugen en dat zijn scheten. Er zit een beetje een raar luchtje aan dat onderwerp, want nou ja, sterker nog, er hangt volgens mij een beetje een taboe omheen. En ik vraag me eigenlijk een beetje af waarom dat nou eigenlijk zo is, want als je een scheet laat, dan betekent dat eigenlijk dat je lichaam gewoon heel erg goed werkt. Dat het gewoon nog allemaal aanstaat daarbinnen, dat het bezig is met allerlei dingen. Ik zou niet weten met wat, maar
Als het niet zou werken, dan kan je volgens mij geen scheet laten. En het schijnt dus zo te zijn dat een mens 12 tot 25 scheten per dag laat, gemiddeld. Dus stel je voor, je laat er 24 per dag, dat betekent dus elk uur 1. Dus eigenlijk zouden we er met z'n allen niet zo erg om moeten liegen als iedereen doet. Want echt, niemand heeft ooit een scheet gelaten hoor, als je er een ruikt. Iedereen wijst altijd naar elkaar, maar no way dat iemand het zelf was. Dus ik zou zeggen, wind je niet zo op, want uiteindelijk wint de wind. Nee, jammer. Ik hoefde niet. Ik laat nooit scheten. Dit waren dan 10 dingen waar iedereen over liegt als je dingen hebt herkend. Geef het toe door een duimpje omhoog te doen. En mocht je zelf dan nog iets weten waar iedereen altijd over liegt, of misschien jij zelf wel, laat het dan zeker eventjes weten in de reacties. Ik ga kijken waar jullie allemaal leugens over vertellen. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je natuurlijk gewoon volgende week Thursday weer om 4:30 PM. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei. Mwah.